Ze mogen weer. De speelsters van Heerenveen. De vakantie zit erop, de zweetdruppels kunnen volop vloeien. Het was pittig. Dus ja, het was wel pittig. Vooral omdat de eerste training is. Het was wel even strijden, maar wel vandaag goed. Bijna iedereen was er op de eerste training. Aanwinst Laura Strik van PSV bijvoorbeeld. En goedemiddag. Jan Schulting, de opvolger van Fred de Boer. Wat is de eerste indruk van de speelsters? Lief, aardig, spontaan. Maar we zullen het zien of dat ook zo blijkt. De trainer kent inmiddels iedereen van naam en weet hun kwaliteiten. Prima, maar er kan nog wel iemand bij. Het blijft een hele jonge groep. Dus eigenlijk een oproep. Voelt iemand zich als verdediger vanuit een bepaalde routine zich aangesproken? Dan zijn dat soort speelsters tot op dit moment nog van harte welkom bij ons. Want wij zijn echt nog wel op zoek om in verdedigend opzicht. Daar moet echt nog wat bij. Mali Breed is bijna de oudste speelster van het team. Gewoon positief zijn naar de meiden toe. Gewoon eerlijk uitspreken als ik iets denk. En hopen dat zij ook met hun dingen naar mij toe kunnen komen. Met ambitie in het team zit het wel goed, meent Breed. Dat we hoger eindigen als vorig jaar. Ja, waarom denk je dat? Iedereen heeft een nieuwe uitdaging. De meesten zijn nieuw, niet iedereen zit hier lang. En vorig jaar en de jaar daarvoor was het wel zo. Dus alles ging gewoon. Het gaat maar hoe het gaat. Maar dit jaar, ik hoop dat iedereen hetzelfde gedacht heeft. Nog een paar weken en pas dan start het seizoen. Het team heeft nog de tijd om op elkaar ingespeeld te raken. Keepster Roxanne Barker is nog op de Olympische Spelen. Ingrid Schuit en Elze Hulst zijn geblesseerd. Trainer Schulting heeft ook zijn gedachten laten gaan over een doelstelling. Het klinkt een beetje soft misschien. He, maar we trainen iedere dag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. We hebben vrijdag wedstrijd en zaterdag de wedstrijd van de beloftes. Ja, dan heb je gewoon zo'n volle week. Daarin moet je eerst maar eens met elkaar overleven. He, beter worden door goed te trainen. Door ook heel specifiek te trainen. He, naar positie toe. Maar ook heel specifiek naar het fysieke toe. Dus we moeten gewoon fit worden. We moeten scherp worden. En er moet een ontwikkeling zichtbaar zijn. En als we dat voor elkaar krijgen met elkaar. En je weet dat een heel seizoen vol te houden. Dat er steeds een ontwikkeling is. Dat je het gevoel hebt dat je beter wordt als individu en als team. Dan denk ik dat wij het maximale bereikt hebben. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen. Ja, maar je wilt toch iedere wedstrijd winnen. Nou, ik wil in ieder geval iedere wedstrijd goed spelen. Ja, precies. Dus nog niet zeggen, joh, de eerste vier, de laatste vier. Dan worden de eerste vier. Nee, want je weet ook niet hoe goed een tegenstander is. En wij moeten eerst nog maar eens laten zien dat wij goed genoeg zijn. En dat is een uitdaging.